Oké, Bart, we hadden net een voorbeeldje van een poolbaan. En dat is eigenlijk het stukje waar ik mee verder wil. De situatie waar we naar kijken is een teruggekoppeld systeem met een vaste factor k en een of andere overdrachtsfunctie van een proces. Ze hebben nog steeds een proportioneel geregeld systeem. Proportioneel geregeld systeem. En misschien dat ik het voorbeeld van de temperatuurregeling even gedacht zeg. Dus ik zeg nu gewoon, nou, er gaat een x in en er komt een y uit. En ik vraag me helemaal niet af wat die precies betekenen. Dus we gaan even van de toepassing af. We hadden net een voorbeeld van een tweede orde systeem. En wat je je kunt herinneren, hopelijk, was dat er twee polen waren. En dat daar een poolbaan bij hoort die dan op deze manier verloopt. Is het toeval dat hij precies in het midden. Toeval bestaat niet, heb ik wel eens gehoord. Oké. Nee, dat is niet helemaal toeval. Maar dat is weer een kwestie van rekenen, hè? Wat we in het vorige filmpje gedaan hebben. Je kunt die overdrachtsfunctie opstellen. Je kunt die ABC-formule oplossen. Je kunt kijken waar ze liggen. En dan kun je ook heel makkelijk bewijzen, als je maar schrijven, 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 die formules uitwerkt, dat de plek waar ze bij elkaar komen in dit geval precies halverwege is. En dat ze ook precies recht omhoog en omlaag lopen. He, dus dat volgt gewoon uit de wiskunde, zou je kunnen zeggen. Waar ik even naar wil kijken, of iets wat ik wil laten zien, is van wat gebeurt er nou als dit een andere overdrachtsfunctie is? En hoe gaan die poolbanen dan verlopen? Ik moet nog even zeggen, wat is die poolbaan ook alweer? Die poolbaan, die vertelt mij, als ik de waarde van k groter of kleiner maak, waar dan de polen van het teruggekoppelde systeem komen te liggen. Deze twee zijn de polen van dit systeem. Dan ga ik die k veranderen. En dan gaan die polen ook ergens anders komen te liggen. Waar komen ze te liggen? Nou, ergens op deze lijn. En dat zegt wat over het gedrag van het teruggekoppelde systeem. Nou, er zijn wat trucjes voor hoe die poolbanen verlopen. En ik ga er een paar van laten zien. Oeps, zo, helemaal goed. Jeetje, wat zou een leuk voorbeeld zijn? We hadden net twee polen. Stel je eens voor dat ik een systeem heb met een pool en een nulpunt erbij. Ik verzin maar wat. Eén pool, één nulpunt. Eén punt, één pool, één nulpunt. Oké, dus dat even van mezelf, dat zou bijvoorbeeld voor een RC-circuit een hoge doorlaat ding zijn. Ja, en Dan zit hij op dan de zit hij af. daar, Maar dus zoiets. Ja. ja, iets in die richting. Ja. Ja. Oké. Dit systeem heeft ook een poolbaan. Als k heel klein is, dan zit de pool hier. Als ik k groter maak, dan zal ik zien dat die pool van het teruggekoppelde systeem steeds verder naar links schuift. Wat op zich fijn is, want dan wordt hij Wordt hij sneller. sneller, maar hij komt nooit voorbij deze. Dus Oké. hij eindigt hier. En dat is een beetje verbazend of een beetje verrassend, dat weet ik niet precies. Als je wil weten van waarom is dat zo, ja, dan heb ik alsmaar weer één antwoord. Ja, Ja, dan moet je naar die wiskunde. ga het maar gewoon uitrekenen en ga voor elke waarde van k kijken waar die pool uitkomt. En dan zal je ontdekken, ja, of ik deze nou 10 of 100 of 10.000 of 50.000 maak. Ik kom steeds dichter in de buurt van dat nulpunt, maar ik kom daar niet voorbij. Oké, grappig. Dus als je die dynamiek hebt in het systeem, Ja. dan kun je op een gegeven moment regelen wat je wil, maar je komt er niet voorbij. Als jouw systeem uit die ene pool en dat ene nulpunt bestaat, dan kun je proportioneel terugkoppelen tot je erbij neervalt, maar het zal nooit sneller worden dan dit. Oké. En er zal ook geen doorschot ontstaan, et cetera, et cetera. De algemene les die je hieruit kan trekken, en dat is dat poolbanen altijd vertrekken vanaf een pool en het liefste ook aankomen op een nulpunt. Dus Oké. als er nulpunten zijn, dan zal die poolbaan proberen op dat nulpunt uit te komen. En die gaat daar naartoe. Dus, algemene regel, poolbanen starten op een pool, eindigen op nulpunten. Dan zou je kunnen zeggen van, wat nou als ik een, nou wat zul je zeggen, twee polen en één nulpunt? Gewoon gratis, hè? Twee polen en één nulpunt. Poolbanen starten op een pool, eindigen op een nulpunt.
als je hier aan gaat rekenen, ja, dus ik vertel het niet omdat ik dit toevallig weet, of, maar wat je kan doen is in Excel of in 20Sim of in welk pakket dan ook, gewoon alle waarden van K proberen, uitrekenen waar de polen liggen, et cetera, et cetera. Ja. Wat je dan zal zien, is dat je hier een polbaantak krijgt die eindigt op een nulpunt en begint bij een pol. Maar deze pol die gaat ook ergens naartoe. Wacht je dan ook die kant op? Ja, en dan zou je zeggen van polen eindigen graag, of polbanen eindigen graag op een nulpunt, maar er is er maar plek voor één. Oh, er is dus maar plek voor één. Ze zijn wel een beetje monogaam wat dat betreft. Ja, Dus er is maar plek voor één. Die partner is bezet. En dan is er eigenlijk maar één uitweg. En dat is in dit geval oneindig. Oké. Maar daar heb je eigenlijk niet zo'n last van voor je systeem. Voor het systeem is dat prima, want alles wat daar links, wat daar links gebeurt, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar polbanen die niet naar een nulpunt toe kunnen, die gaan naar de oneindigheid. En dat zagen we eigenlijk in het eerste voorbeeldje ook, met die twee polen. Want daar waren helemaal geen nulpunten, kun je nog herinneren? Ja, toen kwamen ze bij elkaar. Kwamen ze bij elkaar. Ah, eentje naar de oneindige en de andere naar min oneindig. Ja. Dus als er geen nulpunten zijn waar ze heen kunnen, dan duiken ze de oneindigheid in. Oké. Dan, ja. Is het te vroeg al om ook iets met een complexe... Nee, dat is prima. Wat voor complex wil je? Nou, misschien gewoon twee nulpunten gewoon zo? Of is dat polen? Twee polen. Oh, oké, okay. Nee, wacht er heel even mee. Maar die komt zo wel. Ja. Ik ben er wel benieuwd naar. Ja. Ik ga één ander dingetje laten zien. Die is een beetje flauw. Nou, misschien is die ook niet zo heel flauw. Stel je voor, ik heb polen, en nog een nulpunt. Weet ik niet. Ik teken gewoon een hele rits. Het maakt niet zo uit wat de volgorde is. Want het is een trucje om te weten hoe die polbaantakken gaan lopen. En ik vind het leuk om dat even te laten zien. De truc is, je loopt over die reële as van rechts naar links. En je gaat gewoon als het ware een soort borduurwerkje maken door elke pol en nulpunt heen die je tegenkomt. En je begint ermee dat er aan de rechterkant is nooit een polbaantak. Zegt de wiskunde. Kunnen we allemaal uitrekenen? Ga ik niet doen. Ja. Maar het resultaat daarvan is, daar ligt er niet eentje. En wat je dan doet, is dat je zegt, ik kom hier aan. Hier is niks, hier is niks. Oh, hier is een pol, dus hier ligt wel een stukje. Ja. Hier weer niet. Ja. Hier weer wel. Ja. Hier weer niet. En hier weer wel. Nou, en daar ligt niks meer, dus dan gaan we gewoon zo van die zo goed rechte lijnen. Maar waar komt die dan vandaan? Waar komt die vandaan? Dat is de volgende, dat is een goede vraag. Deze polbaan die vertrekt op een pol en eindigt op een nulpunt. Ja, dus die is makkelijk. Iedereen blij. Ja. Deze polbaan vertrekt van een pol en vertrekt ook van een pol. Dan komen ze bij elkaar. Dan komen ze bij elkaar. Dan moeten ze dan weer weg. Daar moeten ze ook weer weg. En er is maar één richting en dat is... Oneindig. Ja. Nou ja, misschien naar oneindig of niet, dat weet ik niet. Maar in elk geval het complexe vlak in. Ja. Deze polbaan. Nee, een nulpunt. Daar moet er eentje aankomen. Ja. Dus hier moet er één heen. En er moet er ook eentje naar oneindig. Nou, waar kunnen die vandaan komen? Alleen maar uit de onbekende dimensie. Oh, wauw. Want ik moet er daar eentje heen sturen. Ik moet er daar eentje heen sturen. Nou, dat lukt me alleen maar als ik er ergens vandaan eentje zo doe. Grappig. Dus hier gaan er twee het complexe vlak in. En hier komen er twee aan. Dus hoe loopt de pol dan? Och! Ik denk, waar komen ze vandaan? Maar oké, ja. Ja. Wauw. Ja, dat kun je wiskundig waarschijnlijk niet zo heel snel doorrekenen. Nou ja, weet je, 1, 2, 3... Polen is een derde orde systeem en derde graadsvergelijkingen zijn niet leuk om zijn te niet lossen. Zo fijn. Nee. Nog een tussenvraagje. Al wat je nu tekent geldt nog steeds voor die P-actie. Ja. Oké, want dit zou anders kunnen zijn voor een I en een D. Voor een I en een D-regeling wordt dat anders. Oké. Ja. Dus we zitten echt nog steeds op. We zijn alleen maar aan deze knop aan het draaien. Ja. En we gaan hier allemaal wilde dingen verzinnen. En dat verhaal met van een pol naar een nulpunt geldt dus echt voor dit dan ook? Of?
geldt altijd. Oh, dat geldt altijd? Wat we ook gaan tekenen, hè, we kunnen hier nog de meest bizarre dingen inzetten. Zodra we een poolbaandiagram gaan tekenen, dan is het altijd zo, polen vertrekken, of poolbanen vertrekken op een pool, eindigen op een nulpunt. Oké, okay, dus dat is een algemeen stukje wat voor altijd. Algemeen geldt altijd. Oké, okay, ja. En 1, 2, 3 polen, 2 nulpunten, dat betekent dat er eentje overblijft zonder partner. Ja. Oh ja. Ja? Ja. Hebben we eens? Zou je nog eentje kunnen doen? Stel dat ik een pool hier heb en een nulpunt ernaast. Dus, ja. Dus dat die op de origine ligt. Ja, dat kan. Tuurlijk. Even kijken of ik snap wat jij vraagt. Nulpunt in de oorsprong? Of een pool, nulpunt in de oorsprong? Ja. En een pool ergens anders. Ja. Nou. Want dit is echt een hoogdoorlaatfilter, toch? Ja. Oké. Okay. Dus ik zou een hoogdoorlaatfilter kunnen gaan terugkoppelen. Ja, precies. Want dan kan ik er fysiek ook weer wat bij gaan voorstellen. Zeg het maar. Nou, ik zou verwachten dat hij dan dus naar rechts gaat. Ja. En hier zit niks. Nee. En hier zit wel wat. En we hebben één pool en één nulpunt. Dus er hoeft niks naar de oneindigheid. Ja. En dan gaat deze kant op. Dus in dit geval, als je net, dat is wel grappig, dus je hebt een hoogdoorlaatsysteem en dan ga je terugkoppelen en dan ga je nou net, even denken, moet ik het goed zeggen, dan ga je nou net langzamer maken. Moet hij langzamer, ja. Oké, okay, dus dat, als je langzamer gaat, dan zegt dat voor de doorlaatfrequentie, die wordt dan ook lager, toch? Even denken, de cut-off-frequentie. Ja, is de vraag, ja, deze werkt nog als een hoogdoorlaatfilter, maar dan wordt die cut-off-frequentie wordt lager, dat klopt. Grappig. Dat had ik niet zomaar verwacht. Nee, nee. Ja. Nee, dus eigenlijk is zo'n differentiator die hier zit, is een wild ding. Ja. Dat is eigenlijk een onbeheerst ding. En als je die gaat terugkoppelen, dan is het dus eigenlijk een wild paard wat je bij de teugels pakt en die je in bedwang gaat houden. Ah, ja. Want die differentiator wil hier hele wilde dingen doen. Ja. En zodra die hier iets wilds gaat doen, zeg jij hier van ja, wacht even. Ja. Terugsturen, tegenhangen. Ja, ja. Dus daarmee vertraag je. Ja, klopt. Leuk. Nou, je had nog iets met complexe polen? Ja. En dan zijn we ongeveer klaar hoor, want dan hebben we het belangrijkste wel gedaan, denk ik. Nou ja, ik vind het zeker niet. Jij zegt, ik heb twee polen hier. Ja. Nulpunten of niet? Gewoon eerst eens niet, denk ik. Of ja, nee, gewoon niet. Ja, ja het is dat ik het toevallig weet, maar... Ik had het wel verwacht. Ik had het wel verwacht, want eigenlijk, want stel dat je hier begon met die steen, dan kwam hier en dan kwam hier. Dus eigenlijk is het gewoon een doortrekking van wat we net gedaan hebben. Exact. Ah, dus eigenlijk is dit een logisch antwoord. Ja, nou ja. Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ja, en ook weer van, kijk, ik heb twee polen, geen nulpunten. Als ze niet naar een nulpunt toe kunnen, dan moeten ze naar oneindig. Ja. En... Ja, dus hij was eigenlijk makkelijker dan ik dacht. Als je één pol hebt die naar oneindig gaat, dan gaat hij die kant op. Als je er twee hebt, dan gaan ze naar boven en naar beneden. Als je er drie hebt, dan gaat er eentje zo, en eentje zo, en eentje zo. En dan moet je misschien even kijken. Als je vier hebt... En nu heb je het over drie op één plek. Oh ja, zoiets. Ja. Oh, wauw. Oké. Okay. Dit is wel interessant. Heel kort even doen en dan zijn we wel klaar hoor. Dan moeten we echt wat anders gaan doen. Oh ja, stel je voor, nou, we hebben een systeem met twee polen. We kunnen dat terugkoppelen. Tweede orde systeem. We koppelen terug. Het blijft een tweede orde systeem. Dat weten we al. En wat we al eerder gezien hebben, tweede orde systemen, die zullen nooit instabiel zijn. Die kunnen wel die oscillatie en die terugkoppeling, of die oscillatie en dat doorschot vertonen. Maar die oscillaties gaan nooit aangroeien in de loop van de tijd. Ja, ze zitten niet in het reële deel. Ze zitten aan die kant. Ja. Op het moment dat jij een systeem hebt waar drie polen in zitten, die poolbaantakken. Ja, maakt niet zoveel uit hoe ik ze teken. Dan kan je zeggen, oké, ik heb hier een poolbaantak. Ja. Die gaan zo. Deze gaat die kant op. Ja. Die gaat echt die kant op. En wat je hier zal zien is dat die poolbaan zo gaat verlopen.
Dan ga ik in die richting de oneindigheid zien. Oké. Ja, en wat we eigenlijk natuurlijk al aan weten. Ja, als we hier uitkomen. En dit heeft dus eigenlijk, dit is een soort stiekem, heeft te maken met het feit dat het eigenlijk een soort derde orde systeem is wat dan raar gaat doen. Derde orde systemen, als je ze terugkoppelt, dan zul je zien dat er altijd een k-waarde is waar ze stabiel van worden. En inderdaad, als je dit van een afstandje kijkt, dan is het zo van hey, die drie sterren die je net tekent. Ja, ja, ja. En instabiliteit betekent in dit geval. Is het dan ook zo dat dit een soort asymptoot is die hier dan eindigt of zo? Of ja, dat kun je in hoofdstuk 6 van het boek nalezen. Dat hoofdstuk slaan we over. Want we hebben nou eenmaal een pakket waarmee we dit gewoon kunnen laten tekenen. Dus ja, is niet interessant. Het is eigenlijk niet zo interessant. Maar als je nou zegt van ik vind die wiskunde leuk. Ja, dit is een asymptoot. En uit mijn hoofd gezegd is het snijpunt van die asymptote is precies het zwaartepunt van de drie polen. Maar jij moet iets anders vertellen. Nou ja, even die instabiliteit, hè, wat dat betekent en wat het zou betekenen als je dit een derde orde systeem hebt met drie polen, polbanen. Ik ga die k te groot maken, dan zie je op een gegeven moment dat er verstoringen in dat systeem zijn die in de loop van de tijd groter en groter en groter worden. Een beetje dronken op de fiets zitten. Bijvoorbeeld, of feedback in audiosystemen, wat je wel zo'n hele harde piep hebt. Dat je zegt, ik heb geluid in de microfoon, gaat naar de versterker, luidspreker. En als de versterkingsfactor te hoog staat, zodat de polen in het positieve reëel deel krijgen, dan krijg ik positieve feedback in het systeem. En dan genereer je die hele hoge pieptoon. Ja. En als het is dat je versterker onbegrensd gelimiteerd is, dat het niet oneindig wordt, maar de wiskunde hij, zou... Hij gaat, wat ze in de audiotechniek noemen, gaat hij klippen. Ja. Zij klipt tegen zijn grenzen aan. Ja. Ja. Sommige mensen vinden dat mooi. Ja. Ja. Dus, ja, en volgens mij zit in sommige house muziek ook. En, dat soort ja, ja. Ik ben er zelf wel een fan van hoor. Oké, okay. Ja, prima. Ja. Ik vind Skrillex vind ik heel leuk. Maar... Oh, Skrillex, oké. Okay. Ja. 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 Heb je genoeg hierover? Ja, denk ik wel. Top. Hartstikke mooi.